Deze keer maak ik een rookpluim aan een kaars. Deze foto heb ik een aantal jaren geleden in de studio gemaakt. En het thema van deze foto was vergankelijkheid. En er zitten een aantal symbolen in. En een van die symbolen is een dovende kaars die je hier ziet. Maar ik wilde in de studio niet met een echte dovende kaars naast een model werken. Dat betekent dat je onder haverklap uh, die kaars aan moet steken en uit moet blazen. En in de tussentijd moet het model ook nog de goede pose aannemen. Dat is A. tijdrovend. En B. ook als er iets gebeurt en de kaars valt om en je krijgt brand. dan zijn we verder van huis. Dus daar had ik geen zin in. Ik heb de foto dus gemaakt op deze manier: gewoon met de kaars uit. Ik had hem natuurlijk al wel eerder aangestoken om hem een klein beetje kleiner te maken. En om een mooi zwart lontje te krijgen. Maar het settingje wat ernaast staat, dat was dus gewoon zoals het hier is. En ik had besloten om later nog gewoon even een wallampje toe te voegen aan die kaas. En deze keer ga ik je dus laten zien hoe je dat gewoon heel eenvoudig in Photoshop kunt doen. Wat ik naderhand heb gedaan, dat is wel even een losse foto gemaakt met de kaars. En je ziet hier in Bridge de voorbeelden. Ik had gewoon een zwarte achtergrond en het topstukje van de kaars gefotografeerd. En iedere keer het vlammetje uitgeblazen en foto's gemaakt van de walm die daar vandaan kwam. En je ziet daar gewoon een aantal walmpjes uit. En daarmee ga ik aan de slag. Laat ik bijvoorbeeld dit walmpje pakken. Als je deze foto gewoon opent in Photoshop... Dan is er op zich nog niet zo gek veel aan de hand. Deze foto ga ik overzetten naar de andere foto. En ik ga daar de zwarte achtergrond in weghalen. En om het mezelf niet te moeilijk te maken, gebruiken we daarvoor overvloeimodussen. Allereerst ga ik deze foto kopiëren naar mijn andere foto. En dat doe ik gewoon heel eenvoudig door bovenop het laagicoontje te gaan staan. En terwijl ik de knop ingedrukt houd naar de andere foto te gaan en hem daar op de foto te laten vallen. En je ziet wat er gebeurt. Hij valt gewoon over de foto heen. En als ik een beetje uitzoom en ik druk op het verplaatsgereedschap, dan kan ik gewoon de laag wat kleiner maken. En hem een klein beetje op maat maken van de kaars. En ik plaats hem ongeveer zoals die hoort te zijn. Komt even niet zo nauw, want je kunt dat later altijd nog gewoon in orde maken. Wat ga ik allereerst doen? Ik ga natuurlijk eerst gewoon de bestaande kaars weghalen, want daar zit ik helemaal niet op te wachten. En dat doe ik gewoon heel netjes met een laagmasker. Dat maak je hier onderaan. En ik ga vervolgens gewoon met een zwarte kwast even over de kaars heen. Ik doe dat wel met 100%, anders verdwijnt die niet. En je ziet dat mijn onderliggende kaars gewoon tevoorschijn komt. Wat ik nou nog wel overhoud is natuurlijk de zwarte achtergrond. En die is er gewoon heel simpel uit te halen door een overvloeimodus te kiezen en wel lichter. En alles wat dan zwart is, dat verdwijnt gewoon als sneeuw voor de zon. En nu heb ik gewoon een mooi wallampje eromheen. Ik vind dat we hem eigenlijk nog wel gewoon even om kunnen draaien. Ik druk op de laag en ik druk daarna op Ctrl T. Dan krijg ik mijn. Uh, Kader eromheen waarmee ik hem kan vervormen. En in dit geval klik ik er met rechts op en zeg ik horizontaal omdraaien. En het walmpje zit opeens aan de andere kant. Ook kan ik hem nog een klein beetje draaien. En er zit boven de hand ook nog een klein beetje rook. En ik kan gewoon op het masker dat ook gewoon weghalen. Nu heb ik in ieder geval al wel een rookplein boven de kaars. Maar een kaas die net uit is, heeft ook gewoon een mooi oranje pitje erin. En dat zul je even met de hand moeten tekenen. Je maakt gewoon een nieuwe laag aan. Je pakt de kwast, een oranje kleur. En als je inzoomt op het puntje, en je pakt de kwast weer, en je maakt gewoon een heel klein kwastje, dan kun je daar gewoon eventjes licht overheen tekenen. En aangezien het een heel klein detail in de foto is, valt het niet zo op. Ik zet wel de dekking een klein beetje lager en ik druk op Ctrl0 om uit te zoomen. En je ziet hoe klein dat puntje nog gewoon is in de foto. Maar het walmje valt wel gewoon op. En als je er iets verder met je neus op zou kijken, dan zie je van hé, hey, het puntje brandt. Eventueel kun je nog zeggen van nou, ik, ik maak het wat, uh, wat, wat kleiner bijvoorbeeld. Ik haal gewoon een heel klein beetje weg. En je zou nog bijvoorbeeld met een iets donkerdere oranje kleur er nog een klein beetje bij kunnen verven. En zo het puntje gewoon een klein beetje vorm geven. Maar zo eenvoudig is het dus om iets met een zwarte achtergrond, de, de rook van de kaars die we hadden, gewoon het kaarsje weg te halen en al het zwarte door middel van lichter opeens gewoon transparant te maken.